De Nationale Ontwikkelingsbank heeft al 4.100 leningen verstrekt uit het studiefinancieringsfonds. Dit zei Rabia Abdulrahman, deskundige Nationale Ontwikkelingsbank NOB, vandaag tijdens een persmoment bij de financiële instelling. Volgens Abdulrahman zijn de statistieken tot en met augustus verwerkt. We hebben tot augustus 2024 ongeveer 4.100 leningen al verstrekt uit het fonds studiefinanciering. Het fonds bestaat vanaf 2009. Ongeveer 4.100 leningen verstrekt. Op dit moment hebben we nog actief 2.500 ongeveer. De rest heeft dus al afgewikkeld. 1.600 studenten hebben hun lening al volledig terugbetaald. Wat we in onze boeken en statistieken hebben, hebben we 711 studenten zijn afgestudeerd en 315 zijn afgehaakt. Natuurlijk hebben we nog een aantal studenten die nog studeren. Abdulrahman geeft verder aan dat het fonds tegemoetkomingen studenten nu beschikbaar is voor studenten van verschillende instellingen. En dat fonds is voor de openbare VOS-scholen, voor leerlingen van de openbare VOS-scholen en voor bachelorstudenten van de ADEC, IOL, het Conservatorium Suriname, AHKCO, PTC en het LOBO. Die studenten van die onderwijsinstellingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Ook hier zijn de voorwaarden, Surinaamse nationaliteit. En je moet zijn ingeschreven, Surinaamse nationaliteit of ingezetene. En je moet zijn ingeschreven, want je gaat je inschrijfbewijs moeten aantonen. De deskundige geeft aan dat er voor de problemen bij de Antonie Kom Universiteit ten aanzien van het bewijs van inschrijving een oplossing is bedacht.